Right, ons is reg vir die laaste drie wedstrijden van die jaar en daar staan die eerste ene daar. Het is Prouheid wat gaan speel tegen El Nathan en die eerste wedstrijd van die jaar. Dit is alles onder 19 wedstrijden, daar is hulle nou daar. Prouheid onder 19 tegen El Nathan onder 19, kom ons kyk bietjie. Hulle die by Prouheid waar sommer net die manne se name gegee. Devin gaan nommer 1 wees, Corneille nommer 2 en Tangi nommer 3. Willem, hy soos sy van die naam, hy is Vermeulen. Hy gaan die 4 slot wees, die 5 slot, dit is die laaste man van die vyfde van die voorrijden is Gewaldo en dan is het JC en Moon. Alles het weer die skakels daar so en dan Mark, Shane, Tatum, Enrico, Kobus en Zarius. Dis die manne soos hulle daar op die veld gaan draf daar. Natuurlijk daar die boonse manne, hulle is die Galatas is man lyk soos volg daar van nommer 1 af is het Jaco Lou en dan is het Marnus Botma, hy gaan die hakker wees, JJ Lou. Is die ander voorrij en die twee slotte is Tian Cronje en VR Klein. Nico Jansen van Rensburg is die skramskakel, Marcus Meyer. Hy is die onderkaptein en hy is ook die ander man skakel en dan daar ook nog achter is Jandre Estreisen en Luke McKean en hy is die kaptein en Nathan Harrense is die 10 soos laat op die veld gaan draaf. Ons hulle maar kyk daar, soos hulle plaatsvangers opstuur, sal ons met die verhele drill daar hier. Is die twee spanne soos hulle op die veld gaan van draaf vir die eerste wedstrijd van die aand. Ons bring hier drie wedstrijd in rij, drie grootes wat nou kom daar, El Nathan Prouw het nou en dan direct daarna is ons by private hoërskool. Hulle gaan speel tegen Windhoek Affies, dis hulle aswanne wat tegen mekaar gaan speel. En dan die laaste ene, om die hand klaar te maak, is die gasheer het Tjumep Gymnasium, hulle gaan speel tegen Moria. Dis is hulle lyk nou daar, sien die manne, hulle warm nog op daar. Ek hulle begin daar nader draf, J.R. Strydom is daar, Keanu. Keanu van Vieren, hy is nog daar. Afvinnig loer daar, wie is die man wat nou die bal daar gevat het. Ek is Derek, op Skagni, die wat sê Krema, ek dink is hy daar. Is die manne daar. Hulle gaan plaasvervangers, my plaasvervangerbank daar, Prouheid, alles reg. Hulle het die skyns voor ons opgewarm. As ek het uit, laaste wedstrijd van vandag, die eerste dag is dan voorbij. Amtelike eerste dag, en ek al maandag beginne met die napse proewe. En natuurlijk gister al die goed ander goede skaak, jeukskui, mini tennis, mini hockey. Wat was dan nog geweest? Boogskiet, natuurlijk gister ook al afgehandel. Vandaag natuurlijk die wintersporten, die drie wintersportkodes, traditionele wintersportkodes, rugby, netbal, hockey. Ook beginnen alreeds dan nou. Vandaag beginnen, morgen gaan het aan nog tot zaterdag toe. Scheidsrechter is klaar daar op die veld. Hy is rechter op die veld al reeds daar, hy wacht vir die spanne daar. Ja, het lyk van El Nathan Prouheid, hy is ook reg daar. Ons reg vir die wedstrijd om te beginne. Hy is baie mooi net so 5 minuten na 8:30, hy wil 8:30 begin het. Net so 5 minuten later, maar al is hier, hy moes nog die spelers van die veld afkry het by die amtelike opening. Eerst die veld skoon gekry het, na die amtelike opening, so dit is nogal even sy probleempie gewees. Allemaal te kry en die spelers opgewarm te kry, baie vinnig opgewarm. Hoop maar hulle is goed opgewarm. Ons hoop maar hulle is opgewarm, as ons die nommers sien, dan sal ons weet. Wie daar op die veld is, is ek sien daar vir Tatum, hy is op die veld. Dan sien ons hier, wat is dit, nommer 17. Nommer 17, ja daar is het nou gebeur. Hy het toen een besluit uit trek aan het rij aan, lyk het vir my. En seker maak daar, nommer 12, dis Shane. Ja, nummer 3 is aan de kant, is Tangi. Dat is die man wat die afskopwerk doen, is Corneille. Hy is die traditionele kaptein ook, hy doen skopwerk palen toe, is El Nathan wat die bal aan die handen kry. Aardelik die vluitje wat hard blaas daar. Dat is Jandrei, ek het een seconde toe Jandrei gewees het, hy, wat die bal daar aan gekry het. Lyk soos Jandrei Estreisen wat die bal aan die handen gekry het. Lekker ken ek hulle. Bal aangeslaan daar, is Prouheid. Hulle is recht, Prouheid. Bal in te gooi, die man wat die bal kan aangooi is Moon. Hy kan die bal in gooi vir hulle, ook hier so staan, die nummer 11 is Maak, hy is ook al op die veld. Man het nou baie vinnig geskryf, baie dankie vir jou ons, wat so bereid is om vinnig vir ons die name net dan tenminste neer te skryf. Moon, hy kan die bal in gooi, Maak hy ook so, dan kom die bal daar uit, Prouheid. Baie hastig, Nico Jansen van Rensburg, daar kan hardloop hulle daar. Dis Tatum, Prouheid, die bal voor hem toe geskop daar, is die bal op die bal geval, die El Nathan. Kom ons kyk net daar, wat sê die skynsrechter? Ja, hy sê dis het
Het is een inskop, 22 inskop. Of vat hulle terug voor aan de oortreding? Nee, is een 22 inskop. Jaco Lou wat hier draf. Naar die kant toe, Marcus Meijer, hij is hier onder kaptein. Na die inskop is Jandre Estreisen, denk ek, wat die bal daar aan die hand het. Inderdaad, hy, Jandre Estreisen, speel met die 13 trui. En een bal uitgeskop, Prouw het. Hulle kan die bal ingooi en aan redelijk aanvallende lijn staan. Als het die telbord opgezet. Is Prouw het. Haar oortreding bemerk aan die lijn staan. Van hy gaan gooi, maar het oortreding bemerk. Dit is een Prouw het. En dan gooi Nico Jansen van Rensburg. Hy hou toesig. Hier in die voor is het Marnus Botma. Hy is in die middel daar. Dan is het JJ Lou en Jaco Lou. Die twee Louwe. Haar weerste van hom. Weerskante van hom. Hou sakkel en skram daar. Hier kom hulle met hom. Prouw het. Hy haastig. Dis Mon. Hy is een lekker lakker skramskakel daar. Die ons ken hom van die woestijnfeest afval. Daar is een strafskop. Gevaarlijke duikslag uitgevoerd door Al Nathan. Sal die discipline moet dophou. Hulle sal die discipline moet dophou, Al Nathan. Die eerste wedstrijd van Maria en Al Nathan was hier so baie mooi aanskoulike ene gewees nie. Die manne maar redelijk mekaar klim in Kornei. Hy draai voor en toe. Hy is hulle traditionele kaptein, doen ook die skopwerk palen toe. Wie is hulle daar, wat sê die scheidsrechter nou? Oeh, baie moeilik. Hulle sê hem wegrol, die duik. Die man met die duikslag uitgevoerd, wegrol, dan slaan en Prouw die bal aan. Al Nathan krijg een Pacella hierdie keer. Ongelukkig vir hulle. En is Al Nathan met de Pacella ingooi en die vaste skram kan inkry. Kom ons kyk wat kan Al Nathan maak. Hy kan wegkom daar. Jaco Lou, Marnus Botma, JJ Lou, dis die manne daarvoor. En dan is het Stean Cronje en VR Klein. Hulle voltooi die voorspelers daar dan nou. Maak hulle daar. Ek is sterk. Sterk 5 wat hulle daarvoor het. Al Nathan. Prouw het weggooi nie. Sterk manne wat hulle ook daar. Devin, Cornei, Tangi, Willem en Jawal doen. Ek is sterk manne daar. Blaas die skynsrechter daar, wat sê hy? Hy hou die skram by Al Nathan se kant. Die skram is een bietjie nie stabiel gewees nie. Moeilik om die skram regtig stabiel te kry. Hierdie manne wil kompeteer. Dan raak het baie keer moeilik. Ja, ook hier op die veld is JC. Ek denk hy is die skramskakel of die skakel daar. Ah, kom maar geel die strafskop nou vir Al Nathan. Hartklop hulle hom daar uit, hulle wil hom uit hartklop daar. Dis Marcus Meijer, Marcus Meijer, hartklop lekker reguit. Vaar die kontak, hulle probeer hom ophou, maar hy gaan nou grond toe daar. Hou sit Nico Jans van Rensburg, hy kry die bal uit daar. Die manne wat hulle daar afstorm, net mooi kyk daar, sit Luke McKinnon, van amper so gelyk, ja. Vandaar, Nico Jansen van Rensburg, hy gee die bal uit daar, Marcus Meijer, hy skop die bal veld op, Marcus Meijer, bal spring hier reg hier, daar vir Prouw het nie, hulle laat hom op, dit is gewoonlik 'n foutjie daarie, skynsregter wat ver terugdraf, welke oortreding daar bemerk het. Skynsregter gee strafskop daar. Sê die man het van die verkeerde kant af van die loskram ingekom. Daar is het die kant toe, daar die kant toe is het Stean Cronje of weer Klein wat hulle daar afweg is. Stean Cronje, hy is een sterk mannetje daar. Hy was op sy knie gewees en met die bal gelos het. Ongelukkig Stean, foutjie wat hy daar gemaakt het. Sê jammer meneer die skynsrechter. Hy was reg gewees. Hy is het Prouw het, hulle het een strafskop kry. Jammer van Al Nathan, hulle het goed gedoen tot nou toe. Redelike gelyk op wedstrijd. Is Mon, hy gaan die bal uitskop. Maak hy so, ek nie vanaf regtig te sê waar het is, ek weet dit so baie baie naam in die 22 meter lijn as ek reg is, van Al Nathan wat hy die bal uitgeskop het, Prouw het, skynsregter, hy grou daar in die grond en net toe dat die lijne kan regkryp, die rechte plek kan kry, geen twyfel kan wees waar hy moet wees nie. Cornei, hy kan die bal ingooi, hy is laker in die kaptein, bal hou hoog in die kop, kom ons kyk daar, nummer 4, is Willem, Willem Vermeulen, dan krijg je die bal daar van boaf, het is Willem van boven die top af. As die skynsregter sê, het was agtertoe gewees, bal agtertoe verloor. Ons Prouw het, hulle sit die bal daar op die voet, ver agter die doellijn. As Al Nathan het hom eintlik net moet dooddruk, as hulle moet, ja, dan maak hulle ook so. As hulle nog aan die doelgebied, hulle wil hom uitraak, hardloop, hulle sal hom baie, baie vinnig daar wegkry, anders het hulle in die moeilikheid beland daar.
Aan een groot moeilijkheid bewaas dadelijk wel eens daar die doelgebied uit, maar er is nog geen gevaarzone uit nie. En aan die mannen moet krijgen dat hulle hem op die voet krijgen. Een beetje veiliger speel nou, hulle speel baie baie hoë risiko rugby. Die spreiligte, sikkel so'n bietjie hier by Tjoem Heb Gymnasium. Nou, om die ene nog wat haas, lig wat wat nog anders. Daar is die skynsdrechter sy vlijkie. Daar is die aard op sy vlijkie, wat sê hy? Die tijd wil afval, een of andere reden. Ja, is lichte. Ik denk hy sê die lichte is af, so ons kan hy nou speel, anders speel nie. Maak sin. Als we ons een bad maar water breek. Water breek je daar. Als twee van die lichten lijkt het voor mij wat af is, moet ook meer. Ah, het lijkt van die twee aan één kant van die veldse lucht is het heel af. Er zit één kant wat werk. Prouwheid. We hebben wel redelijk een beheer is in die wedstrijd tot nu toe, Prouwheid. Nathan, wat dit één keer in het halfgebied gekomen heeft en toen ongelukkig Stian Coronier op zijn knie. Was eindelijk vastgevat toen hij op zijn knie gaan, toen moest hij die bal geplaatst het. Ah, die man wat op is, en mooi. Moet je mee, we hebben niet als een gepraat van Straan daar bij die IPB inkomst toe, die schoolhoofde en die borgen. Lekker voor die sikkel om haar die lichte aan te krijgen, dat is nou jammer. Groot op om en uit. Ja, maar daar zo. Nou, dit is nou baie baie groot jammer te. Altijd daar die lichte, ik zie nog die lichte wat anders dan die kant van die veld. Daar aan die andere kant van die veld van waar ons zit. Dat is waar die moeilijkheid nou is op die stadium. De af daar. Ja, dat is jammer. Ik wil een hand krijgen. Geen poging nie. Hoegenaamd nie. Een hand te krijgen nie. Nog spannend is nog aan die veld. Afrachter sikkel om hulle warm te hou, die heel waarschijnlijk nou. Om hulle warm te hou. Dus hulle gaan allemaal speel. Ja, hy is geen strechter. Sê kom ons speel. Kom ons speel maar. Dus een beetje hier en daar een paar donkerkolen nou. Lijkt hier baie onoorkomelijk nie. Is daar een lichter daar op die paviljoenkant. Paviljoen, gaan een beetje lucht verskaf. Het is een beetje moeilijk worden om de bal te volgen. Nou, de verzekering gekregen is bezig om het uit te sorteren. Het spel kan aangaan. Als een lucht daar op je paviljoen ook. Als een paviljoen is een lijn staan. Prouwheid, hulle kan aangaan met die lijn staan. Tenminste, nou wat maken hulle hierin? Is weer daar voor Mielen. Wat lekker hoog opgaan. Wil Jelen voor Mielen. Huis komt Prouwheid met Tom. Kom Prouwheid. Ja, Prouwheid, hulle is nog daar. Nu gaan hulle grond toe. So Nathan het probeer het hulle ophou daar. Sê die skynsregter, ey, na, weer een keer. Hy gee die strafskop vir Prouwheid. Hy gee die strafskop daar vir Prouwheid. En Nathan wat nou vir die hoeveelste keer gestraf word. Hy moet ook een beetje kijken naar die discipline. Moeilijk as jy vir jou record opgebouw het. As jy begin bekend word, dat jy een fout begaan. Ons kijken wat maak hulle daar. Dis is Prouwheid, hulle het die bal uitgeskop. Baie nabij. In die doellijn.
van hem. El Nathan het leriebal uitgeskop. So, ja, as die doeling, dis 'n vlaggie wat jy daar sien. Hulle loop weer daar, as te vinnig opgegaan, El Nathan. Hou geel om weer daar vir Helen Vermeulen, as die man wat hulle boog optel daar. Hy kom hulle met hom, Prouet. Die bal na El Nathan se verdediging het bygekom. Hy sit Prouet, hulle dryf die bal vorentoe, hulle dryf hom vorentoe. El Nathan probeer hulle ophou. Hou gaan hulle grond toe, val hy bietjie verkeerd daar. Dit is JC wat bietjie verkeerd daar val. Nou kom hy uit, terug weer na Prouet se kant toe. Sê die skynsregter, op sy vlekkie geblaas, hy sê dis 'n skram en dis El Nathan. Hulle kan asemhaal, hulle kan die bal ingooi in 'n vaste skram. Ek moet hulle bietjie veilig speel nou daar. Bal daar vir Janre Estreisen geel dat hy 'n bietjie ver vir Leidskop probeer daar uitkom. Speel hoë risiko rugby daar in leie kwartgebied daar baie naby aan hulle doellyn. As afhoukie kom, kan die vallende swan, kan die span baie vinnig kapitaliseer, loop nie te baie vinnig kapitaliseer en dis baie gevaarlik. Dink aan Jansen van Rensburg. Sukkel 'n bietjie om die skram stabiel te kry sodat hulle kan bal insit. Kyk af van Rensburg. Hy die bal in die hand. Hy is die man wat daar kan ingooi. Johan van der Jaan sit daar aan die agterkant. Hy roep daar bevele nog uit. Nog 'n paar opdragte daar uit. Kyk Jansen van Rensburg. Mon, weer 'n keer is hy agter, vang hulle om daar agter. Die onkant is agter die skram. Hier kom dit nou is Marcus Meyer. Hulle speel die voordeel. Is dit daar JJ Lou gewees of wat daar vorentoe gegaan het. Nou gaan hulle grond toe met hom. Hulle grond toe van hom. Dit lyk tog vir my soos JJ Lou wat daar vorentoe gegaan het. Hy sit El Nathan. Hulle gaan nou vorentoe. Ons kyk daar ergens langs die pad sal hulle moet uitkry. Dis is Luke McKinnon, Jandre Estreisen. Hy kry die bal daar. Die bal is nog altyd lewendig. Wat sê die skynsregter, het hom nou vorentoe laat gaal. Ons kyk wat sê hulle. Sê die skynsregter. As hy daar hard op sy vletjie. En dan van daar hier, lyk my sê El Nathan, hulle kry die bal. Ja, as die strafskop daar vir Mon, hy het omkant gegaan daar Mon. En is nog die voordeel wat hulle daar gespeel het. Sien iemand met die bal aan sal net is Marcus Meyer. Hy het ver veld opgeskop, wonder hoekom hy hom nie eerder uitgeskop het nie. Hy sit Prouet, hulle kan aanval, Prouet, hulle is lus vir rugby speel, hulle is lus vir hardloop. Nathan se verdediging tot nou toe gehou. Dit keer op die laaste oomblikke wat die verdediging inskop. Hy sit Prouet, Bruggie manne daar. As net Prouet nou. Net Prouet, kom hulle met die bal, nadat hulle daar die bal uitgeskop het. En dan nou berou dalk daar. Hy sit Prouet wat die bal verloor. Strafskop, Prouet. Sal Nathan hulle die bal doodgemaak. Nathan het die bal doodgemaak daar. Dis Prouet. Mon, is die man daar. Hy is twee keer nou al onkant gevang daar agter die skram. Bietjie te vinnig. Hy kan uitskop. Hy wil 5 meter van die doellyn hy uitskop. Dis waar hy hom wil uitskop. Hy tog vir my of dit omtrent daar is wat hy hom uitgekry het. Ja, die lynregter gaan staan daar. Is dit Prouet, hulle kan die bal ingooi. In die lyn staan. Speel van die vaste facet af. Sy sê hy draf van nader. Ek het vir my gaan net so vinnig gesels daar. Skakel daar. Staan hy ook aan die lyn staan. Helen Vermeulen, hy is die man wat hulle met groot vir gebruik daar in die lyn staan, klap die bal af daar, baie sleg daar hier en nou kry hulle met die agter in die hande nie. Is 'n Prouet, nou tel hulle al aan die bal op. Wat sê skynsregter? Ai, tog, dis nou jammer daarie vir El Nathan. Maar nou moet so 'n bietjie dink ook seker maar nê. Nee. En dan moet ek maar so 'n bietjie dink daar, jy kan nie op 'n man gaan val nie wat al reeds op die grond lê nie. Dan is die strafskop teen jou. Hulle kon nou voordeel gehad het. Ongelukkig die voordeel nou vir hulle verander in 'n strafskop teen hulle. Nou kan hulle weer kantlyn toe skop. Het hulle nuwe man met kantlyn toe daar skop, Shane. Hy skop nou kantlyn toe. Skop die bal daar oor die gebou. Regter vlag omhoog. Is dit weer 'n Prouet. Hulle kan weer die bal ingooi. In die lyn staan. Het goed op 'n vaste facet af te kan speel.
Kijk daar, bal omhoog. Gaan we weer op Willem. Gebruik om met groot vrucht daar. Hij moet over die lijn staan, want Willem hoog op en hij is al klaar, een lang man. Het werkt goed voor El Nathan, komen de verdediging nou bij. Ja, gaan de grond toe, de sprouw heet, bal is nou leid nou. El Nathan kan nou vinnig gespeeld het, het om je gezien uit, kom daar niet. Ik het voor mij niet, nou zijn die groot mannen daar in die achterlijn. Hij wordt plat geloop daar. Hij zit, strafskop. Koulousa moet pas op. IJssel moet pas op daar. Ik praat met die scheidsrechter terug nie. Scheidsrechter om haar uitgesonder. Weet u hoe is het nie? Daar is een man baie hard gelak daar. Is hier die 90 graden gevat nie. Hy naby dalk daar. Daar is Stian Cronje. Hy en Luke McKinnon. Daar is Saanduik. Hy zit Prouwet. El Nathan verdedig nou. Soos Titane. Hy wil weggoud. Nou rippert hy die bal daar weg. Wordt die bal daar losgeruk. Wie zit daar? Is het Nathan Annekom? Is Nathan Annekom? Hij moet rechtheid maken ook. Nathan Annekom. Hij is nog op zijn voeten. Nu gaan hij grond toe. Nathan Annekom. Hoe plaatsen die bal? En een beetje momentum gaat daar. Hoi, meneer die scheidsrechter. Ja, dat is half tijd. Kom, ons gaan drinken, maar je er eerst water. En dan is ons nou niet weer terug. Met die tweede helft. Meneer die wedstrijd. Telling is nog 0-0. Het is niet bij een schuilijke wedstrijd op hierdie stadium nie. Ik vind die mannen is meer geplaatst met elkaar als het geplaatst daar om rugby te spelen. So, dus dat is half tijd. Mannen gaan water drinken, limoen nie eet, wat ek hulle doen. Gaan hulle nou doen, ons is nou net terug met die tweede helft. Volg die landwye voetspoor van die maatskappy waar kundigheid, vaardigheid en gemoedsrus die pas aangee. Met 30 jaar se ervaring ken Securitas Versekeringsmakelaars die hartklop van Namibië en die behoeftes van sy inwoners. Vir persoonlike besigheid of boerderyversekering, kontak Securitas Versekeringsmakelaars vandag nog. In 'n wêreld waar niks gewaarborg is nie, kan jy staat maak op Securitas Versekeringsmakelaars vir sekuriteit en gemoedsrus. Is Meyer. Hij is die onderkaptein nou van El Nathan. Hij heeft die bal in die hand daar. Luke McKinnon die kaptein. Stap hij daar achter hem voorbij. Is scheidsrechter die tellen net vinnig of aan die mannen vinnig daar een paar mannen uitgekom het nie. Ons is recht vrij. Tweede helft is Marcus Meyer. Hij begint van het spel daar van die little kolikje af. Kop hem redelijk diep af daar. Is Prouwet, hulle val aan daar onmiddellik af van achteraf. Prouwet, kom hulle met die bal. Hier die bal baie mooi op die stadion. Op grond toe, Nathan, sal moet hulle discipline dop hou. En die bal afgevat daar, dus Luke McKinnon met die bal daar afgevat het. Die kom Luke McKinnon met hom. Dan gaan hy nou grond toe, is het Luke McKinnon of is het Jan Reestruisen? Ek doet seker nie, Prouwet hom nou weer afgevat. Hij speelde daar tegen die andere eerste is hier zo. Het lijkt me eens toch Luke McKinnon geweest. Hij is weggehaard op af van zijn ondersteuning. Nu moet hij los, wie ook al daar is van El Nathan, moet nu los. Hulle weer los. As McKinnon wat daar vecht. Daar zit El Nathan verdedig soos Titan. Hulle voer baie, baie harde duiksla uit. Ek denk Prouwet, hulle sal hulle lywe sal het voel. Vanavond en morgen sal hulle lywe beslis voel daar. As scheidsrechter hard op sy vlekkie.
Hier komt te zien daar van beeld af. Hij wijst daar. Moon, hij skop kantlijn toe. Toch of die bal uitgekregen daar. Weer klein. Hij stapt nader. Janssen van Rensburg, JJ Lou. Dan is die mannen daar in beeld. Dan komt Jaco Lou in beeld. Hulle daar, lijkt me toch of hulle... As Pro het, hulle kan die bal ingooi. Strafskop, hulle het hem uitgeskop. As die hommel tegen hem in die lucht. Mooi skoot daar van boe af. As Pro het, dan kom hulle nou voor en toe. Hulle gebruik weer af van Jan van Rensburg. Ach, van Jan van Meerlin. Dan gooi hulle die bal achter toe. Pro het, hulle het hom nogtans in die handen gekry. Hulle springer gemis. Hulle het vallen die bal voor en toe. Hulle het vallen die bal voor en toe. Dan raak ik dronk nu daar. Die hommel tegen vier rondom Tali nou gemaakt. Zo mooi kijk wat gebeur. Janssen van Rensburg, hij kan die bal ingooi in een vaste stram. Kom eens kijken of Nathan zijn discipline is een beetje beter is hier in die tweede helft. Zijn eerste helft. De discipline is een beetje in die steek gelaat. Nodige fouten gemaakt. Kelling is nog 0-0. 0-0 Pro het weliswaar eindelijk in beheer van die wedstrijd. Is nou J.R. Strijdom. Hij is nu daar op die veld. J.R. Strijdom. Hij is nu op die veld. Die Janssen van Rensburg lijkt me eens man van het veld of was daar. Hij was die stramschakel geweest. J.R. Strijdom nu komt stramschakel spelen. Maar moet in die Napsu-span gekies was. En wanneer niet in die Napsu-span gekies is. Ik kom nu J.R. Strijdom. Nou geef mij die kant toe. Daar had Pieter Aert uitgegeven. Lijkt me daar zijn Luc McKinnon. Hij die bal opgeteld. Bal was achtertoe geweest. Luc McKinnon. Daar klop hard en daar klop rechtheid. Dit is binnen een beetje probleem. Dit is het J.R. Strijdom. Hij geeft die bal uit daar. Dat is een man met daar. Dit is nou jammer. Marnus Botman waar die bal aanslaan daar. Marnus Botman waar die bal aanslaan daar. Hij krijgt geen continuïteit niet. Dat is die belangrijke ding. Hij krijgt geen continuïteit niet. Als je die continuïteit krijgt, dan is het maar een moeilijke story. Daar is zo'n beetje meer dan 3 minuten reeds verstreken in die tweede helft. Hij speelt natuurlijk net 15 minuten aan de kant. Want dit is net 10 aan de kant. Ik wil die lichte stadig, maar zeker bezig om aan te komen. Instel ligt er reeds heel aan. En al één licht voor die andere stel aan. Het lijkt me binnenkort moeilijkheid weer die problemen te wees. So hulle, dis Prouet, hulle krijg die bal onder groot druk daar. En Nathan het hulle geskram uit, die kom Prouet nou. Nou weet daar is een man, nou steek hy vast daar. Probeer hy rechtheid maak, hulle vat hem vast. Hulle gaan hem proberen ophou, hulle gaan hem proberen ophou. Nou gaan hulle grond toe Prouet. Mond kan die bal speel, kom en krijg die bal nou. Wat gaan hulle maak? Pro het hulle die bal lewendig. Dink daar die bal is dalk aangeslaan of hy was voor en toe aangegee. Dink die skeynsregter dink ook so. Slis daar een treding wat een skram werd is. Nathan, hulle sal kan ingooi. Ek daar, sy herstrijd om. Hy is die nieuwe man daar waar die bal moet ingooi en die lijn staan in. Stian Kronier, hy kom wel aangestap. Weer klein wacht vir hom. En dan hulle pak daar. Er strijd om, hij is een man waar die bal kan ingooi. Vaste skram. En ik ga Moon, hij is nog een paar keer achter die skram gevang. Is een beetje vinnig daar weg. Kom die bal uit nou, J.R. Strijdom. Was al, wat maken hulle nou? Wat sê die skeynsregter? Wat sê die skeynsregter? Ek geef my hulle blad oorskram, wat is dit? En toch so. Hulle gaan oorskram, is nog altijd Jan Nathan bal. Daar is die fout daarmee geweest nie. Dan is dit de skram wat al een beetje te veel geswaai het vir hom. Vrede daarmee nie, praat nie daarmee die voorrije. Sê manne, kom ons hou hom stabiel en kom ons hou hom reguit. Ja, as daar nie, maar kom hy. Hy sit die bal in, maak hom vinnig skoon. Baie, baie goed gedoen daar, J.R. J.R. baie, baie goed gedoen daar. Kijk, Alex hier vastgevat, hier so kon opval. Nou moet hy die bal plaas, nou moet hy die bal plaas. Daar is die bal beskikbaar geweest, Pro het niks fout daar geweest nie, Pro het. Hulle vang van Nathan in die slaap daar, dus Willem Vermeulen. Het is lekker hard op daar, Willem Vermeulen. Hy plaas die bal, hulle baie, baie ver veld gewen. En die bal aan van die bal af, al nou daar. Hou sy daar van die bal af. Hy man sy aan van die bal af. Moet kyk, die skeynsregter om sien, die skeynsregter het om net gesê, ek sien jou maat. Pro het, hulle speel nou in die verende rugby, hardloop die bal voorbij. Ongelukkig is die bal wat uit is. En kleinrechter is aan die hand, ik ben verwonderlijk die mekaar geweest. Waantoe nou, hoe naartoe, waantoe.
Hulle sal Nathan, hulle kan die bal ingooi en in die lijn staan. Hulle het weer daar gratis kom, gratis die tronk uit kaartjie gekry. Hulle was een groot moeilijkheid geweest. Toe hulle geslaap het daar by die loskram. Bal losgeleid en Prou het hom opgetel het. Wilhelm Vermeulen uit ver gehaard loop. Uit lekker ver gehaard loop. Hou sit El Nathan, hulle kan die bal ingooi. Natuurlijke wedstrijd die naas, Windhoek afvies. Sy A-span, sonder 19 A-span. Hulle gaan speel teen Babs Baai Privaat Hoërskool se A-span. Marnus Botman, hy kan die bal ingooi. Kom ons kyk hierso. Ah, kompeteer, Prou het kompeteer nie. Hulle wat klap om baie slordig, klap El Nathan om. Nou kom die bal daar. Dit sê die skynvraag, ry blaas op die vlijtje. Gee strafskop vir Prou het. El Nathan is nou een groot moeilijkheid hierso. Dat is een groot moeilijkheid. Ek dink die Prou het gaan skop nie. Ek dink hulle gaan die bal tik. Maak hulle. Ja, is inderdaad so. Hulle gaan die bal tik. Kom hulle met hom. Prou het, hulle wil 3 druk nou. Hulle wil 3 druk, baie graag. Hulle wil 3 druk. Kom Prou het met hom, hulle sal moteer, El Nathan sal moteer, hulle het barst, hulle duik die man uit daar op die hoekvlag, duik hulle die man uit. Laaste verdedig is Nathan Hannekom, wat die klappe daar op die rug krijg, hy is die man wat die groot werk nou gedoen het daar. Beslis het drie gered daar, is Marnus Botma, hy kan die bal ingooi, kom ons kyk of het nou beter gaan. Wel baie slordige klap geweest nou in die laaste ene, hier kan jy hem nou klappie, want as jy hem nou klap en daar die man breek, deur, dan is daar groot moeilijkheid. Dan is daar groot moeilijkheid vir El Nathan. Ja, so. Ja, so. Groot moeilijkheid, oh, daar is Prou het. Nou krijg die bal in die handen, dis juist wat ons oor gepraat het. Gaan skram, kan die bal ingooi, is Moon, die bal in die hand. Ja, Prou het, hulle kry die bal uit daar, Moon, nou breek hy oor, dit is precies wat ons nou net van gepraat het, en hulle druk die eerste drie, Prou het, Moon, hulle skram skakel, druk die eerste drie daar. Prou het tweede helfte moes eers aangebreek het voor hulle die eerste drie kon gedruk het, maar hulle het hom gedruk. Ek dink hy gaan sommer palle te skop ook. Natuurlik is dit 10 man, so hulle skop uit die hand uit. Is nie so makkelijk nie, El Nathan. Hulle is nou daar die 5 punte achter. Maak die fout met die skop nie, dit raak 7-0. 7-0. As het nou, is El Nathan. Hulle moet die bal ontvang. Ons kyk net weer daar, baie goed gedoen daar. Van die skram af, hom dop daar, Moon. Skram skakel. Hulle op in die Prou het wat reeds afgeskop het daar. Ons kyk net gauw hierdie drie na hierdie drie. Hy het baie goed gedoen daar. Kyk daar, hy het so 8 meter van die doellijn af, 7-8 meter van die doellijn af is hulle. Hier kom hy, hy verkoop hom daar, baie mooi, kry die gaping, fop aangee, en hy druk die 3. Baie goed gewerkte 3 daar, goeie skramskakel 3 ook al gewees. Tussen as haar skram, is jy haar strijd om, hy die bal in die hand vir El Nathan om die bal in te gooi. Hy kas 25 minuten verstreke in hierdie wedstrijd, dit teken daar is net so 5 of wat minuten nog wat oorblij. Kijk net weer naar die 3. Goeie skramskakel 3 wat daar gedruk is. Dit is een spel wat aangaan daar redelijk in die middel van die veld. Prou het, hulle kry die bal terug daar die losgemaak het. Ons het Wilhelm Vermeulen, hy is een toering van sterkte vir hulle daar. Nie net in die lijn staan nie, maar ook in die vaste los. Hy is baie goeie speler vir hulle daar. Ons Prou het, skuif die bal daar aan die kant toe. Daar is nie lekker deurkomplek vir hulle nie. Ja, die 3 van Prou het, nou die mannen daar mekaar bykie groet. Spring op Boltong Snoek, wat vraag hulle nou. Daar bykie daar oor mekaar. Skinsdrechter praat daar met die mannen van Prou het. Hy sê, kom ons kalmeer een bykie mannen. Kom ons raak rustig.
Ons raak rustig. Hy vat sommer die bal nou weg daar. Bulle. As jy nie wil hoor, dan vat ek die bal af sê. Maar kyk, hy gaan toch die strafskop nou vir Prouet gee. Dat is een bietjie slecht daar. As hulle die manne is wat die skermutseling daar begin het, dan denk ek toch die strafskop dalk omgedraai word. Maar hulle sê dankie, ons sal hom vat. Dis nie hulle skuld dat hulle hom kry nie. Ah, de bal uitgeskop. Goed gedoen nou daar. Hierin zag goed gedoen. De bal daar uitgeskop. Dan kan die bal ingooi. Waarschijnlijk wil je Alan Vermeulen, is een man waar toe hulle gaan daar. Hy is die man waar toe hulle gaan. Kom die bal uit daar naar Prouet se kant toe. Inderdaad net so gewees, Prouet. Hulle is nou vol in die fase, hulle staart is in die lucht daar. Als een man bij haar grond gevat, maar is die vastgevat, dit helpt niet, El Nathan. Dit helpt jullie niks niet. Laat jullie die man nou op. Dan zit hem weer neer daar. Serie scheidsrechter. Ja, inderdaad, gedink is een strafskop daar. Dit helpt, je vat die man vast niet. Je vat hem gevaarlijk. Je moet die man vast wat. Je gooi hem niet op je grond neer niet. Dit gaat je niks helpt niet. Kost je dit een strafskop? Dat is al wat het is. Dan tikkel je die bal. Mon. Kom zal hem een skopkantlijn toe. Dat is die. De start is in de Kornei, de kaptein. Hij is de talisman voor hulle. Hier komen ze nog altijd Prouet. Stijf hulle vinnig die bal daar, El Nathan. Weer dijkslag uitgevoerd daar. André Streisand, dat is nog altijd Prouet. Kijk hoe naam in die lijn is al weer klaar. Naam in die lijn is hulle daar. Hulle probeer die bal daar afruk. Kreeg het die recht niet. We staan hulle recht om te competeer. Verdediging, dat is recht daar. Kornei, hij probeer die binnengapen. Kreeg hem die jilke man nie, hulle kreeg hem vastgevat. Is er die scheidsrechter, lijkt mij gaan veel Nathan voor die hoeveelste keer straf in die wedstrijd. Een keer wonderen mensen of het rechtig alles zo nodig is. Dat alles zo nodig is. Oh nee. Is er die scheidsrechter, nou is dat weer een ander probleempie. Sjoe, meneer die scheidsrechter. Snap je daar, lijkt mij toch dat we hier naar besering toe gaan, ja. Dus inderdaad. Dat is Kornei, de talisman, en van Prouet zijn staatmakers en een kaptein. Hij gaat die veld verlaat. Prouet, ik weet niet hoeveel keer hij strafskop gekregen. Ja, is jammer is het zo raak, hulle gaan hem proberen scheepskop. Wat? Ja, hy was zwak geweest. Het is die einde van die wedstrijd. Het is die einde van die wedstrijd. En dus Prouet die weggehaard loopt niet. Hulle wen die wedstrijd met 7 punten. Teenoor 0 wen hulle vir El Nathan. Eerst ene van die hand om die hand in te lei. Wen hulle met die wen daar. Dus kijk daar was daar die enkele 3 geweest. En daar die enkele 3 geweest daar. Enkele 3 geweest. Baie goed gewerkt. Het is kramskakel 3 daar. Het is dat is een tekstboek. Skramskakel 3 geweest. Als je dit zo wil noemen. Daar kom hy nou heen daar. Man, is baie zwak verdediging ook door El Nathan daar geweest. Baie, baie zwak verdediging geweest door El Nathan. Die man voor hem en hij vat hem vast nie. En Nathan het ongelukkig net hulle self te blameer het. Ja, die scheidsrechter kan ons niks voor sê nie. Hy doen net sy werk aan die middel en hy is nader als ons aan die spel. Om te kan weet wat daar aan die gang is. Zo komen ze niks hier. Ons bring hier binnenkort, bring ons hier die volgende wedstrijd. Het is Windhoek Afrikaanse Privaat School. Windhoek Affies, Saaspan, wat gaan speelt in Wausbaai, Privaat Oorschool, Saaspan. I usually don't drive this car around. It's